Hier hebben we een hele groep jongelui die gaan eindelijk weer eens de avondvierdaagse lopen. En hoeveel kilometer gaan jullie lopen? 10 kilometer! We treffen hier een jongeman bij de avondvierdaagse. En voor de hoeveelste keer doe jij al mee? De eerste keer. Denk je niet van, oh jee, als ik maar geen blaren krijg? Nee. Dus wij zien jou wel donderdag 4 juni tussen de stoet lopen met bloemen. Ja. We hebben 3 avondvierdaagse lopers van een school. Welke school zijn jullie? De Brandsmaatschool. En lopen jullie met de hele klas? Ja. Behalve één iemand. Behalve Art en Mees. Eentje had een voetbalwedstrijd, dus die kon niet komen en eentje wou gewoon niet. De volgende dag niet meer. Maar jullie gaan gezellig met z'n allen lopen, liedjes zingen. Kunnen jullie dat ook onderweg? Ja, zeker. Ja, hebben jullie die op school geleerd? Ja. Nee. Broodje met vet op de tafel gezet. Op wie staat u te wachten? Op de kleinkinderen en de dochters. Die doen met de minister Kalschool mee. Dus ja, die wachten we op. En hoeveel kilometer hebben ze gelopen? 5 kilometer. Maar het is de eerste keer voor ze, hè? Ja. Dus dat is al heel wat. En wat krijgen ze als ze straks binnenkomen? Ja, mag ik eigenlijk niet zo omhoog houden, hè? Maar ja. Snoep. Snoepje. Dat hebben ze verdiend. Jongens en meiden, jullie hebben hem helemaal gehaald. Allemaal een medaille. Ja! En waar krijgen jullie die medaille nu? Ja, dat is de begeleider.